We're in Baghdad. We're here to interview the only Iraqi heavy metal band called Akras Sakauda. We've been following them for 3 years. This is risky, it's dangerous. People would say it's really fucking stupid for us to be doing this, but you know, heavy metal rules. 2003, moet ik zeggen, heeft de band via MySpace contact gezocht met Vice. Toen kwamen we erachter dat zij heavy metal maakte in Baghdad. En na enig doorvragen kwamen we erachter dat ze ook echt de enige heavy metal band van Baghdad waren. Daar zagen we wel een verhaal in. En daar is een groot artikel in verschenen in Vice Magazine. Toen Saddam viel, was het makkelijker om als westerse pers Irak binnen te komen. En toen dachten we, laten we eens gaan kijken wat er met de band aan de hand is. At the time there were 150,000 coalition troops in Iraq and they were failing miserably. No electricity for the majority of Baghdad, curfews at night, and the rise of the insurgency was the backdrop for these four musicians. They had to power their amps with gas generators and carry guns to get to their practice space. Een hoop jongeren die weten een hele hoop van Irak via het 8 uur journaal. Maar omdat ze zo vaak dezelfde beelden hebben gezien, doet het ze eigenlijk niks meer. En door een onderwerp te kiezen wat hun aanspreekt, in dit geval een heavy metal band, kunnen we toch iets vertellen over Irak en de problematiek daarvan. En dat maakt het wel anders dan een hele hoop andere documentaires over Irak en over Baghdad. These are our fans and most of them either dead or out of this country. They just disappeared. Whoa. You got the troops and you got the tourists outside and we are stuck in the middle. We moesten gaan filmen met een veiligheidsploeg die we moeten inhuren, die op een gegeven moment uitrijdt naar 15 personen allemaal met Kalashnikovs, kogelvrije vesten aan. Dus het was niet heel erg makkelijk om opnames te maken in Irak. The first question they asked us was, have you guys ever used guns? And then they gave us these flak jackets and they said, be prepared to be shot at. We hebben een concert georganiseerd in een hotel in Irak. Wat ook hun laatste concert was nadat een gedeelte van de band is gevlucht uit Irak. Daarna hebben we ze een jaar later, toen ze al in Damascus in Syrië woonden, hebben een wereldwijde inzamelingactie gehouden om hun vluchten te kunnen betalen om te vluchten naar Istanbul. Daar zitten ze nog steeds te wachten of ze Amerika in kunnen. En dat is eigenlijk de stap waar we nu zitten en hopen dat het de komende maanden gaat lukken om ze naar Amerika te krijgen. So. We had a threat, like we're gonna get you one by one. And if we go together. Yeah, metalheads forever. Okay, we talking here about a free country, right? Where's the freedom? Rock stars. Yeah.